Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet & Violet Surprise Cagelock met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Zou ik de stad nu nog uit kunnen om te trainen? Ja, dat kan. Oké, okay. Nice. Vorige aflevering hebben we eindelijk ons team voor tot en met Gym 1 complete. Zekering. En dat is Nicing on the cake. Inderdaad. Het makkelijkste is de Bug Gym als eerst. Oké. Okay. Dus kijk, qua typing wordt dat wel een beetje lastig voor jou. Aangezien jij twee Psychic types hebt. Mm-hmm. Maar goed, het alternatief is de Grass Gym. Ja, precies. Laten we lekker de Bug als eerst gaan doen. Ja, dat lijkt me het verstandigst. En je Weasel die kan al redelijk... Volgens mij leert hij Sonic Boom in deze game. Nou, ik twijfel nu, want volgens ze hebben ook aardig wat moves hebben ze eruit gehaald. Volgens mij zit Dragon Rage ook niet meer in de game. Oké, maar dus dat is voor de Nuzlocke niet heel erg. Nee, niet echt, nee. Kijk. Nuzlocke vind ik nog wel spannend hoor, dat ik daar Pokémon op ga verliezen. Ja, maar volgens mij is... De meeste trainers zijn niet heel lastig. En gymleaders ook niet. Ik denk wat het voornamelijk moeilijk zou... Nice. En Jewel versus Jewel. Juist. En net zag je de ondergrond. Oh, dat nice. Een heel mooie blauwe ding. Wat wilde ik nou zeggen? Kut, ben ik het weer vergeten. Mandowing. Oh, ik weet het alweer. Wat misschien moeilijk zal maken zijn de gymleaders, omdat die ook nog terrestrializen. Nou ja. En de rifle, die doet het ook zo meteen. Kijk, ik denk nog één of twee trainers en dan kan ik een poging wagen. Oeh, Oricorio. Er zijn ook gewoon nog steeds Pokémon's die niet in Scarlet en Violet kunnen. Mm-hmm. Ik zag Caterpie er tussen staan en Weedle. Echt de RIP de Weedle Army. I love me some Beedrills. Beedrilling. I love me some Beedrilling. We moeten echt die de Mega Pokémon's moeten weer terugkrijgen. En dan gewoon Mega Beedrill en dan al die meuk wat je normaal gesproken nooit zou gebruiken. En dan wel... Mega Beedrill is wel vet. Zekering. Oké. Okay. Ah, Terra-type Water, oké. Okay. Terra-type Psychic, Terra-type Fairy. Nou, eigenlijk de standaard. Ik heb alleen bij die Tootle Terra Ice. Hoge speed. Hoge special attack voor Solosis is wel nice. Zekering. Dus dit is een gebriede, denk ik. Die Solosis, 100%. Ja. Want ik zie Modest Nature. Waar zie je de Nature? Oh, die zie je hier toch? Jolly. Ja. Jolly Ralts. Modest. Zou ook gebriede kunnen zijn. En de Boeizel, denk ik niet. Denk het niet, nee. Ik denk dat die gewoon gevangen is en die gast dacht, ah, nice. Ja, ik wil alleen niet te veel gaan levelen, want anders ben ik straks bang dat ze niet meer luisteren. Nee, precies, maar in principe kan je al gelijk, nadat je dit stadje hebt gehad, kan je al naar de gym. Oké, weet jij uit je hoofd een beetje welk level die zit, de gym? Ik heb Serebii openstaan. Jij met zo'n smarty pants in. Ja, zekering. Oké, het hoogste level van de gymleader is 15. Oké, dan wil ik toch wel echt level 15 Pokémon ook hebben dan. Ja, dat is wel handig. Kijk. Ze heeft Nimble, ze heeft Tarantula en een Teriursa. Ze hebben allemaal Bug moves. Mm-hmm. De Nimble die heeft ook een Fighting move en de Tarantula heeft een Dark-type move. Ja, Teddy Urs heeft een normal type en een bug move, maar we weten allemaal welke move hij gaat doen nadat hij geterrestrialized is. Furry cutter. Dat is very good. Dat is zeker very good. Ja, dan moeten we zeker heel veel gezeik in die school doen, of niet?
Jazekering, helaas. Echt geen zin in. Het is spam A en dan ben je klaar, hopelijk. Waar is mijn turbo controller? heb je al gekeken? Nee, nog niet. Ik zit te denken om een extra dock te kopen. Oeh, dat is ook wel een goeie inderdaad. Ik weet niet, bestaan HDMI-kabelsplitters? Ja, zeker. Of bedoel je dat één kabel kan splitten? Of gewoon een... Ja, kabelsplitters, zeg maar. Dus dat je een stukje eraan doet, zodat er twee HDMI-kabels uit één kan komen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat durf ik niet te zeggen, maar andersom wel. Dus één HDMI geplucht in je tv bijvoorbeeld, waar dan twee HDMI kabels. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Oh ja, die bestaan. Die heb ik. Oeh, soms meer. Nice. Zou ik zeker een aanrading om te halen. Nice. Yes. Oké, ik ben even teruggelopen naar de vorige route om nog even die andere twee trainers te doen. Ik denk dat Shootle wel de sterkste man is in mijn team tot nu toe. Lekker. Ja, terwijl ik echt totaal geen fan ben van deze Pokémon. Teamster! Jij gaat al Teamstaring doen, hè? Ja, blijkbaar. Dat wist ik niet. Maar ja, die vallen wel mee. Volgens mij zijn het poison type. Eén normal type en een poison type. Soak is geen attacking move, hè? Nee, dat zorgt ervoor dat de tegenstander een water Pokémon wordt. Of water type. Dus dat zou ik zeker niet doen met Weasel. Mm-hmm. Rapid Spin. Oh, maar de Rapid Spin is veel beter in deze gen. Kijk bro, ik doe Rapid Spin en mijn speed verhoogd. Hoppatee. En je kan hazards weghalen. Ja, dat is ook waar. Maat, dat is fucking opering. Ralts leert confusioning. Confusioning. Dat is wat we nodig hebben. Zeker. Oké. Why is nobody like you so good at battling? Nee, green. Oké, nu durf ik het wel aan, die Nimona. Och, Nimona moet zich echt overal mee bemoeien. Het is echt niet te geloven. Ja, zie green. Can you shutting the fucking up, Ing? Goeie vraag, Ing. I do only stel goeie vragings. Dat merk ik zeker, Ing. Oeh, yes. Oeh, ik krijg een Terra Orbing. Nice, Ing on the caking. Zeer nice, Ing on the caking. Oké, tijd om de rifle te doen. Oh, allemaal Penny mailtjes of sms'jes of whatsappjes. Appjes. Oh god, jij ook al bingo. Doet iedereen dan met kerst bingo? Geen idee, ik hoor het wel vaker, maar... Nou, ik heb het echt nauwelijks gehoord wat andere bingo doen tijdens de kerst. Normaal gesproken doen we dobbel cadeautjes. Maar ja, dan moet iedereen weer cadeautjes gaan halen. Dat is allemaal gedoe. Is wel leuk hoor, maar... Het is al zo vaak gedaan bij ons. Nimona, Nimona. Trouwens, waarom heb ik mijn licht aan in mijn kamer? Ik ga als de echte holbewoner ga ik hier zitten in het donker. Kijk, dit is wat we willen. Lekker. Ik ook echt verschrikkelijk. Oh, hij vindt het. Lekker, Paddy. Wauw. Het is leuk dat mijn speed omhoog gaat. Het is jammer dat mijn attack niet omhoog gaat. Plop. Oeh, de man gaat al gelijk voor de terrestrialization. Ja, ik dacht dat de bedoeling was van deze battle. Oh nee, je kan hem ook gewoon zonder terrestrialize winnen. Oeh.
Dat kan een goed idee zijn. Oh, ik dacht dat ik Tail Whip had, maar dat heb ik dus niet. Solosus fainted? Hoe? Oh, hij deed bite, of niet? Waarschijnlijk. Nou ja, maakt het heel veel... Wacht, betekent dat dat je dan nog maar 2 Pokémon's hebt? Ja. Yeah. Oh shit. Oh shit, bro. Afmaken die Jengoes. Ja, maar hij had me zo erg geleerd dat ik even moest switchen. Oh shit. Maar Jengoes is van zichzelf toch helemaal geen dark Pokémon? Nee, maar het heeft wel een hele goede attack. En ik dit moet ik even dubbelchecken, maar ik dacht dat het ook een bite boosting ability had. Kijken. Strong Jaw of zo. Ja, het kan Strong Jaw hebben. Dat is wel echt tering. Ja, wat een kut. Sorry, begint het nou al? Maar zie het zo. Hè? Solosus is heel traag. Het is een hele trage Pokémon. Dus misschien dat je na de cage match dat je hele goede Pokémon krijgt via de Wonder Trading. Ik hoop het. Dat moet wel gegund worden, vind ik. Dat vind ik ook. Ik zit even te kijken, hè, want ik ga hem natuurlijk nu gewoon meteen releasing. Ja. Oké, bye. Alleen ja, ik vind dat ik dan nog verder moet trainen, zeg maar. Het probleem is, ik weet niet op welk level die op een gegeven moment zegt van... Nou, nu is het klaar. Nu obeed ik niet meer. Nou, zeker level 15. Ik denk dat het level 20 is. Ja, ik durf het niet te zeggen, want die site die zegt level 25, maar... Ja, maar dat is na Gym 1. Ja, dat is na Gym 1 en Serebii heeft er ook niet echt magische antwoorden op. Nee, ook geen magische poeder? Had hij maar magische poeder, dan had ik dit over mijn kerstkalender gegooid. Ja. En dan had ik nu 50 miljoen euro gewonnen. Lekkering. En dan weet ik niet wat ik met het geld had gedaan, leuke dingen. I do be loving leuke dingen. Even leuke dingen met iedereen doen. Gezellig, ging. Als je dat geld zou winnen, zou jij dan mensen meenemen naar Disneyland? Nee, ik ben zelf niet zo van Disneyland. Ik zou mensen meenemen naar... als ik 50 miljoen zou winnen, zou ik mensen meenemen naar Orlando, naar het Harry Potter Park. Yo, Big. Ik zou sowieso een lekkere vakantiebestemming... Yeah. Lekker in het zonnetje met een zwembad erbij en onbeperkt drinking. Yes, onbeperkt watermelon fizz. Onbeperkt watermelon fizz. Sowieso, als ik dan naar zo'n plek ga, dan ga ik ze introduceren. En ik had ook van iemand... Oh, wat was dat ook weer? Dat was ook een soort van watermeloen likeur. Mm-hmm. Maar dat was dan niet vis, het was dan iets anders. Dat zou ook echt tandtoe lekker moeten zijn. Oké. Dus als ik weer een keertje naar de Gal en Gal ga, moet ik even kijken of ik dat kan vinden. Dan ga ik dat even proberen. Kijken of dat ook zo lekker is. Wie weet, ding. Yes. Oh ja, kijken of Tuttle nog iets kan leren. Als in dat hij die move heeft gehad. Maar ik denk niet dat ik tackle nodig heb, persoonlijk. Ik denk dat dit wel goed is. Ik kan niet wachten tot ik de lelijke schoenen uit kan trekken. Mijn hemel. Sommige dingen in deze game zijn echt lelijk. Ik kan me nog wel herinneren hoe hype ik dit vond toen ik dit zag in die trailer. Ik dacht, oh, dit is wel vet. Stel je voor dat elke stad zoiets is in die game. Ja. Nou, ik vind het leuk op het moment dat ik op Coridon kan zitten. Want helemaal lopen vind ik wel een beetje een ding. Ja, het duurt wel allemaal heel lang. Dat vind ik ook. Daarom ben ik blij dat toen ik
eigenlijk alleen maar voor de speciale pokeballen ging. Dat ik eigenlijk alleen maar tot de Union Circle hoefde te spelen. Maar ja, als ik dan ook nog eens een Terra battle wil doen tegen Walking Wake of Iron Leaves, die heb ik op twee andere save-files staan, dan moet ik helemaal tot aan dat ik op Koraidon of Miraidon kan rijden spelen. Oké. Okay. Want dan pas kan je je mensen inviten voor een Terra battle. En dat is Poepie Scheetzak. Poepie Scheetzak? Ja, die cream. Oh nee. Wacht, what the fuck? Wat? Zeg maar toen die chick die star sign deed en dan dat je de camera achter de keek, zag je mij gewoon staan. Wow. Huh? Wat? Ze draaide om? Okay. Is dit normaal in de game? Geen idee. Oké. Okay. Hoe ze gaan voor de leertactiek. Ja, dat weet ik. Daarvoor swapte ik Weasel ook. Ja, dat was zo slimming, want anders was een Weasel kwijt. Mm-hmm. En daar werd Gym 1 nog moeilijker. De muziek is wel echt nice. Lankering, how come I'm the one seeing stars? Omdat jij in Team Star zit. Kabooming. Ze hebben ook gewoon een ster tattoo. What the frick? Ja, ze zijn hardcore. Oh, wauw. Ik vind het alleen dat... Ja, heel raar dat ze zo'n helm op hebben. Ja. Dat, al die app... Maar ja, hun zitten natuurlijk altijd op die Varoom auto, hè? Oh, de Reverroom. Juist. Ja. Zit ze op of op de Cyclosar scooter. Ja, maar daar zit elke NPC op. Van ja, dat is waar. Got a problem? No. Yes, Nemona is the problem. Nemona is the problem. Oké. Okay. Nou, let's do this, my man. Oké, okay, deze staat wel gewoon goed. Apart. Yungoos. Ik haat hem. Kut Yungoos. Ik haat ook Yungoos. Het is Donald Trump. Ja. Ik denk niet dat hij gelijk voor dingen gaat. Ik ga wel op Bite. Kijk, als ik wist dat hij gelijk voor Tackle of zo ging, dan had ik wel Counter gekozen. Dan was hij gelijk klaar met de battle. No. Pas boem weg. Hier, Terra Ice. Oh, hij gaat gelijk voor Bite. Oké. Okay. Counter. Since you've been gone. Oh, never mind. Oké, okay, nu ga ik wel aanvallen. Hoppatee. Lekkering. En nu is je verdrietig. Ik snap het wel. Ja. Ik denk wel dat de XP share in deze game... Nou ja, er is geen XP share, maar... Dat het, hoe ze dat nu hebben gedaan in deze game, dat ze het nu wel redelijk goed hebben gefixt. Want je krijgt niet tanto veel experience dat echt te veel is en dat de game wel veel te makkelijk wordt. Nee, vind je dat bij andere games wel? Gen 6. Gen 6 was zo easy als je die XP share had. Ik denk Gen 7, dat is nog wel redelijk goed. Gen 8 was dan weer... ietsjes te makkelijk, denk ik. Deze vind ik het prima. Dan is het gewoon goed. Dan ga ik ook niet zeuren over de XP share die je uit en aan kan zetten. Maar ergens zou het ook wel fijn zijn als je de keuze hebt. Maar ja. Oeh, een Lycanroc zou ook wel vet zijn in het team.
Had ik liever dan dat Shootle ding nu heb. Okay, en nu ben ik zo erg aan het haat op Shootle. Ja, totdat hij straks jouw MVP wordt. Ja, dan wordt hij zo meteen mijn MVP en dan verlies ik hem en dan ben ik echt, no, no way, dude. Dit is 1-3, joh. De championing? De champion? Champion van de regio. Ik hoorde dat in die Ace Tournament, dat als je de Barbecue League hebt verslagen... Ja. Dat die toernooi, dat al die mons dan sterker worden, dus rond de level 80. Nee. En dat die champion in die barbecue dingen wat jij aan het fixen was. Ja. Dus met al die trainers die je uitnodigt. Mm-hmm. Dat die champion dan niet meer Glamora of hoe die ook heet als Ace gebruikt. Maar okay. Dat ze dan King Gambit gebruikt. Oké. Okay. En dan is ze meer een champion dan dat ze in de main game is. Daar begint het toch goed. Ik heb de champion daar wel ook verslagen in die computer gebeuren. Ah, nice. Maar volgens mij was het nog steeds appeltje eitje voor je. Ja. Yeah. Ja, kan. Trouwens, welke starter had jij in deze nu gekozen? Ook voor Ecoco? Ja. Oké. Okay. We moeten onthouden dat onze starter Fue Coco is. Mm-hmm. Anders moeten we al die klote vragen in de Elite 4 weer opnieuw doen. Oh ja. Dat is ook zoiets waarom, maat. Echt heel frappant. Heel verpandering. Verpandering. Net zo verpandering als Sandering. Lekker Sandring, we houden van je. Zeker, Ring. Je ziet het nu niet, maar ik hou een hartje voor me met mijn vingers. Dat zeggen ze allemaal. Nee, ik ben het oprecht aan het doen. Oprecht. Okay. Als ik zoiets zeg, dan ben ik wel echt heel erg oprecht, hoor. Oké. Not gonna leaking about that. Not gonna leaking? Nee, zeker niet, Ring. Gelukkig maar, Ring. Ja, zeker, gelukkig maar één. Anders werd ik boos één. Arvin is een boze meneer. Kunnen we even Davina Michelle in dit stuk opzetten? Echt hoor. Holy damn. Ik denk over een jaar zijn we nog steeds niet klaar met het project. Op deze manier. Nou, ik heb wel een goed idee. Even een slokje nemen. Lekker mee. Heb jij dat ook op werk? Dat je veel te weinig drinkt? Ja, wat is te weinig? Ik drink wel op zich, oké. Okay. Ik dronk vandaag letterlijk 1 glas cola op kantoor. Dat is niet veel. Nee, dat is echt veel te weinig. Ik moet echt wat meer gaan drinken. Dat is echt niet goed voor me, dit. Cassiopeia. Wat vind jij trouwens de beste battle muziek in deze game? Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Je vindt het allemaal een beetje één pot nat? Ja. Oké. Ik vind de Gen 5 remake song, zeg maar. De liedjes van Gen 5 in de nieuwe DLC. Die vind ik wel nice. Hij is ook wel weer een beetje nostalgie, denk ik. Toch? Mm-hmm. Dat denk ik ook. Heb jij jouw Windows niet geactiveerd? Zie ik dat nou? Nee. You do be having nabbing Windows? I do be having nabbing Windows. Whoa. I do be a cheater, remember? Ja. I do be downloading mijn eigen auto. Ja, precies. Nou, mijn broertje heeft het ooit geïnstalleerd op mijn computer. Toen is dat verlopen of wat dan ook. En toen vroeg ik aan hem van, yo, kan je dit weer fixen?
Hij zegt, fix wat? Ik zeg, dit in mijn scherm. Hij zegt, ik heb dat nog nooit voor je geïnstalleerd. Ik kijk hem aan. Oké. Ik zit al denk ik na 2 of 3 jaar met dit elke dag in mijn scherm. Oké. Op een gegeven moment raak je eraan gewend en dan stoor je je niet meer aan. Nee. Maar ja, als ik het weg zou kunnen krijgen zonder te betalen voor Windows, zou dat heel vet zijn. Want je betaalt ook niet 1 keer voor Windows, je betaalt elk jaar voor Windows. Ik betaal echt niet elk jaar voor Windows, hoor. Niet? Nee, ik heb gewoon Windows gekocht toen ik deze computer heb laten maken. En er gewoon op laten zetten door hun. En ik heb nog nooit, daarna nooit meer betaald voor Windows, hoor. Hoeveel kost het? Geen idee. Nah, I'm good. I love free. Free. Free no money. Oh nee, nu moet ik naar de directeur voor die hele lange cutscene. Die ik uit heb staan, dus dat is nice. Kan je cutscenes uit... Maat. Matering. Milani. Cutscene uiting. Ja, had ik dat ook maar, Ring. Het is mogelijk, Ring. Ja, Ring. Maar het skipt niet alles. Oh, die Ring. Je kan hem uitzetten, maar het skipt niet alles, kan ik je alvast vertellen. Ja. Het gros gaat het niet skippen. En waarvan je dan denkt, oh, dat is een cutscene? Zegt de game, nee, dat is geen cutscene. Trouwens, ik raad het aan om na deze dialoog met die directeur het gelijk uit te zetten. Want anders heb je dat... Nog meer keuringszien eens. Ja, dan heb je dat stomme cutscene van dat je boven op die school staat. En dat hij gaat vertellen over de treasure hunt. Oh, ja. Want niemand, maar dan ook niemand interesseert het. Of zoals ik altijd zou zeggen, no one cares. Niemand cares. Die heb ik van jou volgens mij trouwens. Dat klopt. En volgens mij kwam jij als eerst met niemand cares. Ja, Nee, gewoon nobody en dan een emoticon van een kers. Ik gebruik gewoon niemand en dan kers als in de kers op de taart. Ja. Niemand cares. Helaas moeten we dit aanzien. Oh. Nemona, kan je nou eens een keer gone gaan, als in since you've been gone? Since you've been gone, ja. Zullen wij de aflevering gaan beëindigen, Nandoing? Ja, dat lijkt me een puik idee. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.